allemaal en welkom bij deze eerste aquarelles. En ik heb goed nieuws. De ontwerper van deze prachtige rol is bij mij thuis geweest. En heeft mij gevraagd of ik dit wil uittesten voor hem. Dus nou, helemaal geweldig. Je hebt maar liefst 48 kleuren in deze set zitten. In een hele soepele rol. Verder een superscherpe puntenslijper. Een goed werkende gum. En er zit ook een rond penseeltje in. Persoonlijk hou ik meer van platte kwastjes. Want ja, daar kun je ook heel dun mee werken en heel breed. Dus dat vind ik prettig. En met een beetje water kun je dan dus al helemaal je gang gaan. De potloden kun je zowel droog als nat gebruiken. En het zijn echt 48 super gave kleuren. En ik doe dit helemaal op vrijwillige basis. Ik heb echter wel gevraagd of de kijkers van Lieneke Lijn korting mogen krijgen. En dat mag. Als je de code Lieneke gebruikt, krijg je 20% korting. Voor deze les ga ik aan de gang met een fineliner, Staedtler in dit geval. En dan deze 6 kleuren. De potloden hebben nog geen nummers, dus vandaar dat ik het zo even doe. Verder dus mijn platte acryl. Kwasten. En van dat papieren plakband is wel handig. En verder een goed dik soort aquarelpapier. Het is aquarel tekenpapier in dit geval. En ik heb deze in vieren geknipt. Want ik ga gewoon een klein proefschetsje met jullie maken. En nou ja, de opzet doen we dus met een Staedtler. En het leuke is dat je helemaal geen uitmuntende tekenaar hoeft te zijn om dit soort leuke kleine aquarel landschapjes te maken. Beetje perspectief erin en hele simpele lijntjes. Ik begin met de boom die helemaal vooraan staat. En mocht je het letterlijk mee willen tekenen, je kunt de tijd op YouTube halveren of nog langzamer zelfs als je dat wil. Dus dan hoor je alleen mijn stem niet meer, maar je kunt hem eerst kijken en daarna bijvoorbeeld langzaam afspelen. Maar het is, zoals ik al zei, een ontzettend eenvoudige manier van tekenen. Vooraan staat dus die berkenboom. En het is winter, dus er zitten helemaal geen blaadjes aan die takken. Dus je kunt volstaan met hele simpele lijnen. En hier vooraan teken ik wat van die uitlopers die uit de grond komen. Je kent ze denk ik wel. En verder dus die schilachtige bast of stam van die berkenboom. Als je dat hebt staan, dan teken je een grillige soort van horizon in. En dit moet dus de grond voorstellen en een weggetje die zo langzaam een beetje naar ons toe komt. En die gaat hier, het is een beetje een heuvelig landschap. En aan de linkerkant wil ik ook nog even een berkenboom intekenen. Dus die zet ik er ook even in. En zoals ik al zei, heel sumier. Hoe minder lijntjes, hoe beter. En dan teken ik hier dus een huis. Die aan de linkerkant staat. Een overhellend dak teken ik daarin. En zo'n klein voorportaaltje. Een paar van die draagbalken van het dak en hier misschien nog net een raampje die je kan zien onder die dakrand vandaan, de deuropening. En nogmaals, hou het zo simpel mogelijk. Hierachter staat nog een klein hekje. En wat leuk is, is even wat, het is echt zo'n boerenlandschapje, misschien nog van die ouderwetse elektriciteitspalen. En die zie je hier langzaam maar zeker dus verdwijnen achter die horizon. Hier nog wat kale struikjes.
En die linkse berkenboom, die geef ik dus ook een klein beetje, ja, detail. En nogmaals, hou het zo simpel mogelijk. Een paar grasjes hier en daar. En dan hebben we eigenlijk al een prima uitgangspunt om aan de gang te gaan met de aquarel. Je neemt een beetje water en een kwast naar voorkeur. En ik begin met het blauw. Omdat het aquarel potloden zijn, kun je netjes om takjes heen tekenen en om die boom heen, zeg maar. En aquarellen zelf is best lastig, vooral als je moet gaan mengen en dat soort dingen. En in deze set is het dus echt ideaal voor beginners om met kleurenleer aan de gang te gaan. En je hoeft ook niet heel precies te kleuren, want we gaan er toch met water overheen. Hier heb ik grijs gepakt. En je zal het zo zien, blauw wordt echt knallend blauw. Er zit heel veel pigment in die aquarelpotloden. Dus ik temper het alvast een beetje af met wat grijs over dat blauw heen. En dan kunnen we eens gaan zien hoe dit mengt met elkaar. Ik heb een beetje water in de kwast gedaan. En hier begin ik dus met het echte verven. Je ziet de pigmenten meteen oplossen. En het bevalt me eigenlijk gelijk al hoe een mooi aquarel effect deze potloden geven. Het lost ontzettend goed op. En ja, het is echt dus wel een aquarel effect. Ik was dus een beetje voorzichtig om dat huisje en om die bomen heen. Heel klein beetje hier weer spiegeling op de sneeuw, op de grond. Er zit dus nog een beetje blauw in mijn kast, dat kan ik gewoon gebruiken. Beetje op het dak. Dan gaan we eens even verder. Ik heb een donkerbruin gepakt. En die bast, of die schorsstam van die berkenboom, die is natuurlijk voornamelijk wittig. Maar er zitten wel degelijk ook tinten in. Tinten bruin, tinten oker. Dus ik ga alvast met donkerbruin aan de slag. En ik gebruik het ook in het huisje en dat hekje als een schaduwtint. Ook hier hoef je weer niet heel precies te werken, want wederom gaan we daar zo meteen met water in aan de slag. En voor de berkenboom heb ik hier ook nog een beetje dat grijs weer gepakt, wat ik ook in de lucht gebruikte. En dat zet ik weer een beetje over dat bruin heen. Dus ik begin al een beetje te mengen, droog, op het papier. En dan weer kijken wat dat doet met dat water. Ik heb hier dus weer een beetje water gepakt. En ik ga heel voorzichtig over dat bruin heen. Dus ik ga niet heel ruig met die kwast eroverheen. Echt lekker detailtjes inschilderen. Hier wat schaduw. Dus je hebt een soort van lichtval van links af, zullen we maar zeggen. En dus daar maak ik weer gebruik van met schaduwtjes in te zetten. Dus dat hekje hier, dat wordt heel donker. Hier ook, zeg maar, de binnenkant van dat dak, van dat overhellende dakje. Is allemaal heel donker daar. Er valt weinig licht. Ik vind de kwast die ik nu heb eigenlijk iets te breed voor dit, maar het lukt net. Dan
Dan kun je dus, je ziet al meteen eigenlijk een beetje dus met heel weinig middelen een sneeuwachtig effect ontstaan. Beetje gele oker. Ook heel typerend in die berkenbomen. Een beetje dat gelige kleurtje. Dus dat zet ik ook in. En dan net even een klein beetje water daaroverheen. En dan zachtjes inmengen. Dan het zwart. Wees daar super voorzichtig mee. Ik heb mijn kwast vochtig gemaakt en ik ga met de kwast in het potlood. En ik pak een beetje zwart pigment op. Dus ik ga eigenlijk niet met dat zwarte kleurpotlood in mijn tekening roeren, want dan wordt het te donker. Ik pik gewoon een beetje zwart pigment op voor de allerdonkerste stukjes die ik in wil zetten. Hier trek ik wat schaduwen in die sneeuw. Maar wees er voorzichtig mee. Zwart is erg, ja, het kan je kleuren helemaal teniet doen. Dus pak zo min mogelijk zwart. En wat ik verder ontzettend mooi vind is zo'n heel zacht zonnetje. Zo'n heel waterig zonnetje als het ware. Dus je pakt een klein beetje geel en dan net even in die lucht. Een beetje zo'n ondergaand zonnetje inkleuren. Je tekening zal ook langzaam drogen, dus als je nog wat detailtjes nodig hebt, dan kun je altijd weer terug met je fineliner in je tekening. Om daar nog dingetjes in te tekenen. Maar hou het zo simpel mogelijk. Als je het een aquarel effect wil laten geven. In dit soort simpele schetsjes. Hou het dan ook lekker simpel. Met niet al te veel detail. En het gaat puur om het leren werken. En de kleuren leer. Voor dit effect. Hier nog even een schaduwtje in. Dus pak een beetje zwart van het potlood af. En dan krijg je dus dit prachtige effect. Nou, ik hou hem tot hier. Ik ga meerdere lesjes doen met deze potloden, dus... Mocht je het willen aanschaffen, ze zijn normaliter iets van €35, meen ik. Maar met de Lineke-code krijg je dus 20% korting. Maar iedere aquarelpotlood zal dit doen natuurlijk. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop op een duim omhoog en dat jullie heel veel succes krijgen met deze tekening. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende tekenles.